hij is de voorzitter. Hij is de voorzitter, maar hij gaat zo lopen, denk ik. Maar Bert is ook Wat maakt de Oudejaarscross van Sisu zo speciaal voor u? Alle gezelligheid, alle bekenden die hier zijn. Het is gewoon leuk en gezellig. Dat en ja, het leuke parcours, het hele afwisselende parcours, op en af. Traint u speciaal voor deze cross? Nee, niet speciaal. Ik loop heel graag in het bos. Ik loop ook veel in het bos, dus dat vind ik wel fijn. Ja. Als mensen voor 2019 goede voornemens hebben en wat meer willen bewegen, hoe kunnen ze dan beginnen met hardlopen of met bewegen? Ik zou zeggen, begin op zaterdagochtend bij Tjerk. Wie is Tjerk? Tjerk Tuinstra is degene die de trainingen doet voor de beginners. Dat is van 10 tot 11, als ik me niet vergis, op de baan aan de Kotelsing bij Sisu. En dat is gewoon geweldig. Daar kun je rustig aan beginnen. Alles in je eigen tempo. Nou, alle tips en trucs worden je geleerd. Nou, en als je dan bent verbeterd, kun je nog eventueel doorstromen naar een andere groep. Er zijn elke dag wordt er wel getraind, behalve geloof ik op de vrijdag. Dus elke avond kun je wel met een groep meedoen. Dank u wel. Graag gedaan. Partij, net als de man met startnummer 1393. Verrassing zijn, dat is inderdaad Leslie Smit. In het shirt van AV Reizen kan hij door hier. Met het huppelpasje, dat is Jet Stel. En Jet begint ook aan haar tweede ronde. Gaat erop. Ronde. En dan, kijk eens aan. Een verpulvering van de snelste tijd. 37-46 officieus. Danny Koppelman, winnaar van de 10 kilometer. Van harte gefeliciteerd met je overwinning. Bedankt. Ja. Hoe ging het? Ja, zwaar. Een paar stuk. Ging te wat minder. Maar een paar stuk, maar ook wel weer lekker. Hoe vond je het parcours in zijn algemeenheid? Veel sneller dan op zich, parcours wel mooi. Vorig jaar kan ik u melden. Wat was het mooie aan dit parcours? Tweede. Vooral die rechte stukken zo, dat kan ik machtig. Tweede finish. Daar kun je goed tempo maken. Ja, rechte stuk. 10 kilometer rechts finishen graag. Wat vind je van de orde? Oh, kijk eens aan, daar komt hij. Is dit de eerste keer dat je aan deze cross hebt meegedaan? Ja, dit is de eerste keer, ja. Delden. Dat smaakt naar meer. Ja. Bij finish. Misschien zien we je volgend jaar weer. Dan is het Tjerk. Ja, het doet misschien wel weer, ja. Geert. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, we zijn van zojuist door op 33 officers. Ja! Ja, leuk.